Hi, het is Tim hier. In deze video ga ik je 5 tips geven over wat voor kleding mannen aantrekkelijk vinden. En dit is wel grappig. Ik zat net van tevoren met mijn veel te mooie cameraman een beetje te dollen. Waarvan hij zei van, ja, weet je, als jij mensen kledingadvies moet gaan geven, dan is er echt totaal mis in de wereld. En dat is ook waar, zeg maar. Als het gaat om kleding, ik heb totaal geen verstand van kleding. En ik ga hier ook zeker in deze video niet de stylisten uithangen of wat dan ook. Maar waar ik puur over wil hebben is van, oké, wat zijn de dingen die mannen aantrekkelijk vinden in de kleding van een vrouw? Want ik krijg best wel vaak die vraag. En of dat dan is omdat allerlei vrouwenbladen je hebben wijsgemaakt dat kleding echt super belangrijk is of zo. Of dat mannen echt daadwerkelijk je mooier vinden als je een handtas voor de prijs van een kleine tweedehands auto bij je hebt. Of wat dan ook, weet ik niet. Maar het is best wel een ding van die... Kleding zegt best wel veel over je en ik merk vaak dat vrouwen het belangrijk vinden, soms misschien te belangrijk, maar ja, dat is dan misschien mijn mening. Dat is de mening van een man die in een t-shirt rondloopt wat hij 7 jaar geleden met Sinterklaas gekregen heeft. Maar in ieder geval dat gezegd hebbende, ik ben geen stylist, dus dat is eigenlijk een beetje de eerste disclaimer die ik wil geven. De tweede disclaimer die ik wil geven is, ik heb het in deze video over wat voor soort kleding mannen aantrekkelijk vinden. Wat vinden ze mooi? Als ik zo'n soort tip krijg, dan weet ik eigenlijk van tevoren al dat er straks iemand gaat komen die mij een YouTube reactie stuurt of een e-mail. En die e-mail gaat als volgt klinken. Nou, ik trek mijn kleding aan om mezelf mooi uit te zien. Ik doe dat voor mezelf. Ik wil voor mezelf er mooi uitzien en ik ga me niet ineens anders kleden om het mannen toevallig naar de zin te maken. Maar dat kan. Dat is ook helemaal niet wat ik wil zeggen in deze video. Dus stuur me alsjeblieft niet een boze e-mail, want dan kan ik weer niet slapen. Maar zeg maar, dat is helemaal niet wat ik wil zeggen. Het enige is, als je me de vraag stelt, wat vinden mannen aantrekkelijk, kan ik je het antwoord geven wat mannen daar aantrekkelijk op vinden. Of je daar dan iets mee doet, of wat dan ook, dat moet je zelf weten. En ik vind niet dat iedereen zich op een bepaalde manier moet kleden. En ik vind daarnaast wel, overigens, dat het verhaal van, ik wil er mooi uitzien voor mezelf. Ik hoor hem heel vaak, maar ik geloof er echt helemaal niks van. Want als zeg maar al die mensen die er mooi uit willen zien voor hunzelf, die lopen op zondag rond in een trainingsbroek in huis en die doen hun haar niet. En dan op maandag, als er andere mensen om hun heen zijn, dan trekken ze wel mooie kleren aan en dat doen ze dan alleen voor hunzelf. De logica daarachter, misschien snap jij hem, maar ik heb hem in ieder geval nooit gesnapt. Goed, dat gezegd hebbende, 5 dingen die mannen aantrekkelijk vinden aan kleding. Eerste, hele belangrijke... Misschien wel de belangrijkste van alle tips. En dat is vrouwelijke kleding. Een mannelijke man valt op vrouwelijke vrouwen. En mannen houden daar heel erg van zeg maar, geslachtsbenadrukkende kleding. Flirten is ook heel erg, weet je, het benadrukken van geslachtsverschillen. Als 2 mensen met elkaar flirten, dan zie je dat een man gaat breder staan. Die maakt zich groot en die doet stoer en die probeert met een zwaardere stem te praten. Terwijl de vrouw vaak... iets meer wat giechelt en op zo'n manier met haar benen over elkaar gaat staan, maar vrouwelijke vormen benadrukt worden. Flirten gaat heel erg om die interactie tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat is wat aantrekkingskracht creëert. Van, jij vindt waarschijnlijk een man in een jurk die zich heel vrouwelijk gedraagt, ook niet per definitie aantrekkelijk. En dat vind ik ook altijd wel grappig, zeg maar dat ik heel vaak dus met vrouwen spreek die dan zeggen van... Weet je, ik wil echt wel, ik wil een mannelijke man en ik wil wel echt een echte man en ik zoek daar heel erg naar. Maar tegelijkertijd, als je dan tegen ze zegt van, wil je dan misschien ook vrouwelijk gaan gedragen, dan krijg je dan een soort van allergie tegen, omdat mensen een beetje negatieve connotatie hebben met vrouwelijkheid. En ik vind dat zonde, want vrouwelijkheid is iets heel moois en is heel sterk. En alleen echt een hele sterke vrouw die durft tegenwoordig nog vrouwelijk te zijn. De rest die probeert zich zoveel mogelijk weg te cijferen. Dus als je gaat voor kleding, kies voor vrouwelijke kleding. En daarmee bedoel ik mannen vallen, als je echt wetenschappelijk ernaar kijkt, vallen ze op jurkjes, vallen ze op hoge hakken. Of in ieder geval kleding die je vrouwelijkheid heel erg benadrukt. Dus dat is de eerste. Tweede is... niet te veel.
Ik klink nu echt als een ontzettend foute man, terwijl ik het zeg, maar van zo weinig mogelijk kleding en straks zitten op de juiste plekken en zo min mogelijk knoopjes en zo, weet je, dat bedoel ik niet. En wat ik bedoel is dat de vrouwen die het meeste aandacht krijgen van mannen, en dit hebben ze meerdere keren op verschillende manieren onderzocht, zijn de vrouwen die met hun kleding nog iets van blote huid tonen. En daarmee bedoel ik niet te veel, maar het is ongeveer zo dat je tussen 60-70% lichaamsbedekkende kleding, dat is ongeveer de sweet spot, zeg maar, waar het zit. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld een mouwloos shirtje en een rok tot iets boven de knie voor een man, zeg maar, perfect is. Dat hij iets aan blote huid ziet. Blote huid doet het gewoon heel goed bij mannen en ze vinden dat veel aantrekkelijker dan iemand die echt volledig op en top bedekt is. Tegelijkertijd, als je over die grens gaat, als je weer te weinig kleding aantrekt, dan heeft het weer een averechts effect. Dan zie je op een gegeven moment dat het afneemt. Dus een beetje, zeg maar een mouwloos shirt en iets van huid laten zien. Doe het alsjeblieft, wees er niet te bang voor. Het werkt juist eigenlijk alleen maar in je voordeel. Derde ding is kleurrijke kleding. En dit is best wel grappig, maar om een of andere reden zijn, zeg maar, vrouwen die zich kleurrijk kleden met veel kleur, automatisch trekken die de aandacht van een man meer. Ze komen benaderbaarder en vriendelijker over. En vrouwen in rode kleding, en dat is heel gek, maar vrouwen die felrode kleding dragen, en als ze dan foto's laten zien aan mannen, dan zijn vrouwen in rode kleding om een andere reden aantrekkelijker dan een vrouw in een blauwe jurk. Vraag me niet waarom, en vraag me niet waarom de wereld ons gezegend heeft met zo'n irrationeel brein dat we rood leuker vinden dan blauw, of hoe dat precies werkt. Ik heb de mannen ook niet gemaakt, en als ik ze wel had gemaakt, dan had ik waarschijnlijk wel iets beter over nagedacht dan de schepper die ze wel gecreëerd heeft. Maar om een of andere reden werkt rode huid gewoon. Vierde punt is opvallende kleding. En het vierde punt is een beetje in het verlengde daarvan, en dat is draagkleding die opvalt. Of iets dat bijzonder is. Kijk, als je een vrouw bent en je wil dat mensen je speciaal vinden en je wil dat mensen je bijzonder vinden en je bent een leuke vrouw en je bent een bijzondere vrouw, hoe kan het dan toch dat ik soms vrouwen zie die ontzettend leuk zijn, ontzettend bijzonder zijn, maar zich dan presenteren als een grijs muisje, maar van je dragen een beetje de standaard onopvallende kleding. Het is alsof ze in 's ochtends voor een kledingkast staan en denken, ik ga iets aantrekken wat zo min mogelijk opvalt. En dat is zonde. Twee redenen. Ten eerste, als je jezelf niet presenteert alsof je speciaal en anders bent op een of andere manier, dan kan je ook niet verwachten dat mensen jou speciaal of anders gaan behandelen. Of dat ze jou speciaal zullen vinden. En de manier waarop je iets presenteert maakt ontzettend veel uit. En zeg maar, of het nou is bij wijze van spreken, je bent in een heel luxe restaurant en het eten is perfect opgemaakt op een bord, of het wordt in een plastic bakje voor je neergekwekt op een plastic tafeltje. Het is hetzelfde eten, maar in het ene geval waardeer je en respecteer je het veel meer. En dat komt door de manier waarop het gepresenteerd wordt. Nou, presenteer jezelf dan ook als een bijzonder, speciaal persoon. Laat het gewoon zien. Dus dat is eigenlijk de eerste reden. De tweede reden dat het belangrijk is, zeg maar, om iets opvallends te dragen, is dat als een man jou ziet ergens, op een feestje is, op de werkvloer, of zelfs in de supermarkt, als een man jou ziet en hij vindt jou interessant, dan gebeurt er één ding in zijn hoofd. Dat is, oh mijn god, wat moet ik zeggen? Hoe vind ik de goede, juiste aanleiding om een gesprek aan te knopen met deze vrouw? En geloof me, als we een feestje zijn, kunnen we daar rustig 1,5-2 uur lang over doen. Dan hebben we je al zien staan en dan vinden we je al leuk. Maar we hebben gewoon geen flauw idee hoe we dat gesprek aan moeten gaan. Als er dan iets is aan jouw kleding, je draagt iets opvallends, het kan een opvallend sieraad zijn, het kan een opvallend kledingstuk zijn, of gewoon iets wat bijzonder is, dan denken wij,
wij zijn geniaal, daar kunnen wij iets over zeggen. Dus het is altijd goed om gewoon een kledingstuk te dragen waarbij het makkelijk is om voor mannen er een opmerking over te maken, omdat dat het opvalt, dat het bijzonder is. Kunnen ze misschien een vraag erover stellen, een compliment erover geven. En dan zijn zij echt heel trots op zichzelf dat zij een gelegenheid gevonden hebben om een gesprek met jou aan te gaan. Wat grappig is, want in werkelijkheid heb jij ze de gelegenheid gegeven 3 uur daarvoor voordat je huis uitliep. Maar zij zijn afloop trots op zichzelf. En een vijfde punt, en dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat zie je vaak, van je heel dingen zijn niet heel zwart-wit. Dat is opvallend is goed, maar niet te opvallend. Wat dat namelijk heel erg is als een man een vrouw ontmoet, dan kijkt hij naar die vrouw en het is heel extreem, maar een soort van, er is een biologisch, evolutionair systeem in ons hoofd wat gaat. Die denkt, zou zij passen in mijn levensomgeving? Zou zij passen in, de ouderwet was het dan, in mijn stam? Zou zij passen in mijn familie? Kan zij omgaan met mijn vrienden, passen in mijn sociale omgeving? Als je jezelf op een hele extreme manier presenteert, dan beperk je jezelf tot een hele kleine groep mannen die zelf misschien ook heel extreem zijn. Of als je jezelf op een bepaalde manier kleedt, die zo anders is dan de mensen in jouw omgeving. Zomaar een beetje anders is goed, een beetje anders geeft je aandacht, een beetje anders maakt je speciaal. Maar als het super extreem is, of je zet jezelf bijvoorbeeld neer als een, wij spreken, een hele, hele ruige rockvrouw. En je staat op een hockeyclub met tussen zeg maar, mensen die allemaal meer waarde hechten aan bepaalde wat nettere, wat formelere kleding. Dan automatisch pas je er niet in. En ergens in zijn hoofd denkt hij al van, oh wacht, zij is geen geschikt relatiemateriaal voor mij. Dus wat je eigenlijk een beetje zoekt, is dat plekje waarbij je opvalt, maar nog steeds een beetje binnen zijn groep valt. Dat is ook heel erg zo van als je een bepaald type man aan wil trekken. Stel bijvoorbeeld, je valt inderdaad op de ruige Harley Davidson rijdende man. Kleed je dan ook alsjeblieft alsof je zeg maar in die groep hoort. Maar stel je zegt, nee, ik wil juist een rijke man, waarover helemaal niks mis mee is. Ja, kleed je dan ook al alsof je in zijn klasse bent. En alsof je zijn soort vrouw bent. Dus je kleed je naar dezelfde soort van sociale status, in dezelfde subgroep als de man die je wil zoeken. En als je daar te ver buiten gaat staan door te extreem anders te zijn, dan is dat ook niet goed. Dit zijn de 5 dingen wat mannen mooi vinden aan kleding van een vrouw. Ik heb een artikel geschreven met in totaal 10 dingen die mannen mooi vinden aan een vrouw. En dan gaat het niet alleen om kleding, maar gaat het ook om weer hele andere dingen. Denk aan make-up, haar en ga ik er nog net uitgebreider op in. Nou, als je wil weten wat die 10 dingen zijn, klik dan even op de link in de omschrijving of op de link hier in de video. En dan ga ik net weer wat uitgebreider in op de specifieke dingen waar mannen op vallen en wat ze mooi vinden aan een vrouw. Dus klik op de link, lees het artikel en dan zie ik je in de volgende video.